Ja, Dirk, opgeschreven in dit boek. Ja. Reden voor jou, voor de uitnodiging. Je leeft nog. Ja, ja, de afloop is bekend. Dus, wat scheelde het? Nou, dat scheelde in mijn geval het een centimeter, denk ik ongeveer. Want? Nou ja, dat is de afstand die een gebroken rib nog had moeten afleggen door de long heen. En dan lig je daar dood te bloeden in de jungle, ja. Eigenlijk. En dat had niets te maken met een kogel of wat dan ook? Gewoon een glijpartij, hè? Ja. Ja, ja, we werden uiteindelijk op de vlucht voor het leger de jungle ingejaagd door de 8 mannen van het commando van commandant Jaguar. En wij moesten gewoon rennen met hen mee. Zij zijn getrainde junglevlooien die overal dwars doorheen lopen. Mm-hmm. En wij, nou ja, Eus net eventjes iets beter in de conditie dan ik. Maar wij moesten met ze mee en ik zag al aankomen, dit gaat mij nooit lukken. Ik bedoel, je gaat een soort groene hel in waar geen pad is, waar alleen maar bamboekstaken naar boven steken. En je weet zeker, ik ga een keer struikelen en dan kom ik daarin terecht en ben ik gewoon dood. Ja. Dus ik heb toen ook tegen de commandant gezegd, schiet mij nu maar dood, want ik ga dat nooit halen. Heb je dat gezegd, ja, dat ga ik niet overleven. Ja. En hij vond dat belachelijk en hij vond mij een mietje en een badje. Ja, wees blij. Ja, ja, nee, hij had gelijk. Ja. Even bedanken misschien. Ja, uiteindelijk aan het eind. Hij heeft je leven gered. Dat hebben ze in principe wel. De ontvoerder heeft je leven gered. Ja, in principe wel. Kijk, het was natuurlijk niet zo netjes als ons ontvoerden. Maar uiteindelijk toch in de omstandigheden waarin we terechtkwamen, hebben we wel aan hen te danken dat we door die jungle heen gekomen zijn. Absoluut, ja.